Als de trein met het Nederlandse elftal Arnhem verlaat, staan langs de gehele spoordijk enthousiaste Arnhem- en omstrekenaars te wachten om de ploeg een vaarwel toe te roepen. Ja, zelfs op de daken zijn ze geklommen. Bij de grens. Bob Glendenning, de trainer, zwaar vermomd als douanier, controleert de pas van Lotsy. Lotsy, Triebel, Lagendaal en Poen maken een klaverjasje. In de restauratiewagen verzorgt Mol het dinerconcert. Lagendaal speelt grammofoon. Op het perron in Mannheim. Verder gaat het, door de Duitse landouwen. De Nederlandse consul in Basel, de heer Hessig, komt het elftal met een mand fruit verrassen. Na in Luzern overnacht te hebben, wordt de stad bezichtigd. En dan gaat het weer verder, door het schitterende Zwitserse landschap. In Chiasso, het Italiaanse grenskantoor, komt de heer De Visser, onze consul-generaal in Milaan, het gezelschap verwelkomen. De aankomst in Como, waar in het rustige hotel Regina Olga in het nog rustiger Cernobbio de acclimatisering zal plaatsvinden. De volgende dag al begint Glendenning met de training op de tennisbanen van het hotel. Gejus van der Meulen, die later in Como aankomt, wordt door zijn oude vrienden, waarmee hij zo vaak de Nederlandse kleuren verdedigde, van den trein gehaald. De volgende dag gaat een delegatie naar Milaan om een krans van de KNVB te leggen bij het monument voor de in den grote oorlog gesneuvelde Milanezen. Een laatste inspectie van het harde terrein. De plechtige Piazza del Duomo vertoonde die morgen een ander beeld. Duizenden Nederlanders demonstreerden uitgelaten hun enthousiasme. Van je hela hola, hou er de moed maar in. We gaan naar Rome. Hup Holland waren de uitroepen die de goede stemming onder de talloze Hollanders vertolken. In Milaan was een echte Amsterdamse Koninginnedagstemming.